Welkom op onze 36e video. Dit is een recept, dus ui voor in de voedseldroger, de dehydrator. En als het dan klaar is, ziet het er zo uit. Ik doe dit als ik dan quinoa eet, 's avonds af en toe, doe ik dit er doorheen. Dat is echt heerlijk. Nou, dit is gewoon een grof gesnipperde ui. En dan doet Gea de zonnebloempitten, gemalen zonnebloempitten, doen ze erbij. De hoeveelheden moet je zelf een klein beetje mee spelen. Dan edelgist. Nou, 2 eetlepels zie ik. Ik denk dat de gemalen zonnebloempitten dat het ook ongeveer 2 eetlepels waren. Dan chilipoeder. Een heel klein beetje, anders wordt het veel te scherp. Ik denk nog maar een kwart theelepeltje. En dan de tahini. Dat is sesampasta. Nou, zo te zien. 2. Wow. 3. 4. 5. Ongeveer 5. Eetlepels. Halve citroen. Die uien, er zijn trouwens 4 uien. Oh, 2 zeg maar. 2 zeg je, ja, sorry. 2 uien even door elkaar heen hussen. En dan leggen we het op een blad van de voedseldroger. Dat gaan we straks doen, hij is nu leeg. Dit is dan zo'n blad. En een tray noemen we dat. Of noemen ze dat, moet ik zeggen. En dan, droogt hij een nacht, denk ik zo'n beetje. Maar dat is aan jezelf. Zie je, als het er dan op ligt, doen we die daarin en dan zetten we hem aan. Nou, ik krijg er lekker vieze handen van. Dit is het. Veel succes ermee. Het is echt heerlijk. Tot de volgende video. Ik zet hem uit.